Yo, ik ben Rick en welkom terug bij Banished. Zo, laten we het spel even op start zetten. Of op start. Laten we het spel even unpauzeren. Ja, tuurlijk. Ja, welkom terug bij Banished. Zoals je kan zien, het regent hier zo. Niet alleen hier, het regent ook in het echte leven. Laat me even mijn microfoon op een ander plekje zetten. Zo, kijk eens aan. Ja, het regent ook bij mij thuis. En dat is jammer. Dus ik hoop dat je er niet zoveel last van gaat hebben. Zowel dan excuses daarvoor. Waarschijnlijk is het echt zo van, ja, hey Rick, als je het nou even niet verteld had, dan had ik er ook niet op gelet. Dan had ik het ook niet gemerkt. Maar goed. Ja, dat is even een dingetje, maar goed. Wij hebben wat tekort en dat is voedsel. Maakt op zich niet, oh ja, ja hier. Oh, we hebben helemaal geen voedsel meer. Wat is dit jongens? De vissers moeten even doorvissen. Maar goed. De vorige keer hebben wij hier deze markt gebouwd en dat is zeg maar een soort van variatie op de, eens even kijken hoor, waar kunnen we hem vinden, deze storage barn. En de storage barn hier, used to store goods such as food, clothes, textiles and tools. En dan we hier de market used to provide a localized area for citizens to collect food, tools and fuel. Dus ja, ik weet niet echt precies wat het verschil is, maar ik geloof dat het beter is. Even kijken hoor. Nou, dit is zeg maar de volgende stap daarvan. De trading post. Dan kunnen we zeg maar een soort van mensen onderscheppen die dus ja, rondvaren hier zo, weet je. Nou, ik bedoel, niet per se hier zo. Maar ja, er komen een soort van. Er komen er mensen langs die dan dingen willen ruilen, weet je wel. Dus dat is wel een handig ietsje om een keertje te gaan bouwen. Niet vandaag. Wij gaan vandaag even wat anders doen. Ik denk dat het goed is om een school te gaan bouwen. Dat zou wel handig kunnen zijn. Ik ben nog steeds niet verder gegaan met het tutorial. En dat ga ik waarschijnlijk ook niet. Gewoon omdat het ja, wel iets geeft, zeg maar, op deze. Of, het heet wel iets, weet je wel. Gewoon een beetje proberen en dan kijken of je het gewoon voor elkaar krijgt. En ja, weet je, tutorials for faggots. Oh man. Dat is ja. Dat is een dingetje. Maar goed. Dus even kijken hoor, het is summer. Oké, dan mag het op zich wel eens gaan stoppen met regenen. En opeens komt echt de hele stad hier zo langs om even te bouwen. Terwijl je zou zeggen dat ze ook moeten vissen. Een paar vrienden van mij die hebben dit spel ook gekocht. Toen het ja, Reserve of Logs was slow. Ja, dat wil we natuurlijk. Maar ja, ik had het spel gekocht en ze zagen het leek wel leuk. Dus ze hebben het toen ook voor 4,75 op de Steam Winter Sale gekocht. Stel je wil het ook hebben voor die prijs. Ja, ben je een beetje te laat mee? Ah, ze zijn het aan het harvesten. Kijk eens aan. Onze eerste oogst. Dat is vet. Ja, ben je een beetje laat mee? Maar ja, van de zomer gaat er weer een sale komen. En er zal vast ergens tussendoor ook nog wel ja, een sale komen. Wat heel erg werkt is als je een Steam account hebt. Wat ik, nou ja, dat heb je vast wel toch? Als je dit spel wil hebben, dan heb je vast wel een Steam account. Maar wat je dan doet, is dan zet je het in je verlanglijst. En dan krijg je een e-mailtje zodra het in de uitverkoop is. Dus dat is super handig. Op die manier hou ik het ook een beetje in de gaten. Even kijken hoor, is er nog iets wat wij willen hebben? Cemetery. Ik denk dat het een goed idee is om nog iets aan voedsel erbij te gaan doen. Oh, nee, we gaan natuurlijk een alcoholplekje doen. Oké. Forester. Ik denk dat dat een goed idee is om een forester te gaan. Ja, erbij te gaan doen, zeg maar. Dus eens even kijken. Waar is het een goed plekje om dat te gaan doen? We moeten sowieso. Ik zit te denken aan hier namelijk. Laten we eerst eens even kijken of dat een beetje goed. Wat? Harvest trees? Nee. Deze. Ja, zoiets is toch wel prima, joh. Ja, oké. Dus dan moeten we sowieso eerst ook even al die stenen daar weghalen. Maar, een mine. Ha. Kan ook wel leuk zijn. Kijk, we moeten eerst een tunnel hebben. Lijkt mij. Toch? Oké, hoe werkt het? Huh? Oké, Waarom is dat ding die 3 breed? Oké. Ga daar maar eens een tunnel maken. Ik ben erg benieuwd wat ze gaan doen.
Hoe ver is deze school? Oh. Wauw, oké. Ja, weg. Oké, ze zijn nu aan het bouwen. Oké, dat is goed. Ja, en dat stopt met regenen. Niet in het echte leven, maar hier wel in game. Dus dat is goed. Dat kan ik wel waarderen op zich. Dit is allemaal iron. Ja, precies. Oké. Jeetje, wat een hoop voedsel. Oké. Laten we volgend seizoen laten we daar squash doen. Ik weet niet wat beter is. Maar squash klinkt wel leuk. Dus even kijken hoor. Number of citizens. Reserve of stone is low. Ja, je moet even je mond houden jij. Ja. Oké. Builder. Dat is het niet. eens even kijken. Waar hebben we job openings? Vendor. Ja, hier. Toch ook hier, hè? Dus 2 daar. En dan 4 daar. Dat is bij elkaar 6. Oké, dat klinkt logisch. Dus we moeten even wachten tot het deze af is, denk ik. En dat is die bijna. Ja, 0 students. Lol. En dan hebben we vast een leraar nodig. Teacher. We hebben geen mensen. Dit is balen. We hebben nog wel 7 kinderen. Oké, nou dan doen we even een builder minder. En dan gaan we een teacher doen. Waarom regent het zoveel? Jongens, hou eens even op. Ja, oké, je moet wel aan natuurlijk. Wat heb je nou weer? No citizens are available to work. Ik had je net een persoontje gegeven. Ja, ik wou al zeggen. Even kappen nou. Wat gaan al die mensen nou weer doen? Iron, firewood, hiding cloak, oké. Idling. Ga eens wat doen met je hoofd. Zo. Dat vind ik wel echt handig. Trouwens, dat dit gewoon zo stil kan gaan staan. Dat het niet de hele tijd met een persoon meegaat. Dat is echt een goede functie. Dus even kijken hoor. Zou het kunnen zijn omdat we geen huizen... Geen plek in huizen meer hebben. Nee, dat zal wel niet. Ik ben benieuwd hoeveel mensen kunnen we hierin kwijt trouwens. Wooden house, stone house. Wat is... Oh, de stone house ziet er trouwens wel echt ziek beter uit. Laten we hier een stone house bouwen. Oké. Oh, we hebben 1 citizen hier zo. Waar is die? Kijk hoor. Stone. Oh, heb je zoveel steen nodig? Oh, dat verklaart het. Ja. Oké. Moeten we even stenen zien te verzamelen. Wat me nou afvragen, kunnen ze hier wel gewoon komen dan? Laten we dat eens proberen. Eens even kijken hoor. Quarry. Oh, juist, dat is het dus. Hier, de mine is voor iron en de quarry is voor steen. Dat is het, oké. Dat is wel handig op zich om te weten. Collect stone. Oh, is dit allemaal geen steen, joh? Wat? Is het allemaal iron? Wauw. Dat is wel een hoop dan. Maar goed. Oké. Ik ben erg benieuwd hoe dat gaat lopen. En het regent nog steeds. Oh man, wat vet jammer. Inventory. Potatoes. Ja, ik snap niet. Waarom halen ze dit niet op? Dat vind ik een beetje vaag. Oh. Daar kunnen we er wel even eentje minder hebben nu. En dan... Ja, hier en hier. 1 laborer. Oké. Laten we de tijd eens even wat versnellen. Ik heb nog niemand weg zien gaan namelijk. Hier naartoe. Ik denk ook niet dat echt dat het een ding is. Maar goed. En het regent weer. Hou eens op. wat ga jij doen? Working. Kijk, heel goed. Gaat hij daar helemaal omlopen? Oké. Dat gaan we dan even annuleren. Maar eerst. Collect stone. Zo. En dan dit allemaal. Removal. Hoe doe ik dat? Collect iron. Remove structure. Ah, kijk eens aan.
Zo. Zo. Oké. Heel goed. Dus jullie gaan nou, als het goed is, ergens verder op steen hakken, toch? Oh. Laten we dat hopen. Ja, ik hoor steen gehak. Wat? En wat hebben we hier? Nog meer iron en dingen. Kijk, kijk, kijk. Dit zijn goede dingen. Nul steen, oké. Okay. Kunnen we dit niet even uitzetten? Pauzeer. Ja, heel goed. Ik wil deze tunnel eigenlijk prioriseren. 20, heel goed. Ja hoor. Ga maar lekker steen hakken. En dan als je dan toch bezig bent. Hier zo. Collect stone. Neem dit dan ook even mee. Oh, het is allemaal geen steen. Is dit jammer joh. Nou goed, oké. Okay. Het is in ieder geval zondag, weet je. Laten we even... Niks gezegd. Stom spel. 25 steen. Dat gaat niet zo snel als dat ik... Wow. Force crack match. Daar heb ik de laatste tijd echt veel te veel last van. Vind ik zelf. Gewoon stem die overslaat. Nou heb ik ook wel een beetje af en toe last van mijn keel en alles. Nog steeds nul studenten. Wat is dit? Ik zal er toch iemand naar binnen gaan? Nee? Oké. Okay. Dan niet. Hè? Als het dan zo moet. Gaat het nou al sneeuwen? Nee. Nee. Shit. Is het al winter? Dat is niet de goeie. Dat is ook niet de goeie. Late autumn. Het is nog helemaal geen winter. Hou je mond. Oh man, de mensen die hier gaan werken, die gaan dood joh. Oké. Okay. Tenminste, dat denk ik. Aangezien die het dan super koud gaan krijgen. Maar goed. We zullen meemaken. Ik bedoel, je gaat dit toch niet voor je plezier zo doen? Zou je zeggen, toch? Kijk hoor, wat heb jij bij je? Inventory. 1 steen. Wow. Dat is lekker. Kunnen ze maar zo weinig meenemen dan? Oké, dat is vet jammer. Ja. Wat? Firewood. Wow. Ik dacht dat we daar nog gewoon genoeg van hadden. Oké. Rip. Rip onze stad, jongens. Eens even kijken hoor. Waar stond die woodcutter? Zo. We hebben ook niet zoveel hout. Dus laten we ook even dit hier zo omhakken. En dan... ja. Weet ik het niet meer. Inventory. Fish. Fish. Oké. Okay. Nou, vis is er op zich wel oké genoeg. Ja, ik weet het niet helemaal hoor. Ik heb een klein beetje het gevoel dat het niet zo'n fantastische winter gaat worden. En jij hebt niet genoeg voedsel. Ja, hier. Nou gaat iedereen opeens hout hakken. Ha. Oké, okay, oftewel, we hebben dus echt dit hier zo nodig. Want anders gaat iedereen opeens zijn posten verlaten. Moeten we toch niet hebben eigenlijk. Nee, ga vissen. Met je hoofd. Wat ben jij? Stella is finding food. Ze is een builder. Oké. Okay. Fisherman. Is cold and finding some place warm. Ja, joh. Stella is working. Logs, 9. Dit bevalt mij niet. Dit bevalt mij zeker niet. Laten we eens even hier kijken hoeveel steen hebben we nog. Ze komen het niet ophalen, dat zegt mij wat. Volgens mij zegt dat het te koud is om zeg maar dat het te winterig is. Wat? Te winterig? Ja, nee, dat het gewoon niet goed... dat ze weten dat als ze hierheen gaan... Nee! Nee! Er is iemand dood gegaan. Rip. Citizens that are hungry. Ja, oh nee. Het zat er ook aan te komen. Firewood is low. Ja, dat weet ik.
We zijn ermee bezig, ja? Dit gaat echt zo fout. Dat kan gewoon niet goed gaan. Jongens. Even kijken, firewood. Ja, er is hier wat firewood, dus dat is fijn. Hey. Diertjes. Ik snap niet, waarom wordt dit niet opgehaald? Work. Squash. Harvest. Ja, want we hebben iemand hier. En we hebben iemand hier. Dus dat zou toch goed moeten komen, zou je zeggen. Pak dan dat freaking voedsel. Oké, ik ga even wat proberen, ja. Als wij al onze mensen, die fishermen zijn, niet allemaal. Zo, en die gaan we dan bij de vendors doen. Zo. Wordt dit dan opgehaald hier zo? Nog iemand dood. Fijn. Ja hoor. Lekker. Lekker. Nog iemand dood. Hallo, hou eens even op. Oh, gosje. Ja, nog iemand dood. Twee mensen zelfs. Oh nee. Jongens. Dit kan echt gewoon niet goed gaan. Ik zei toch dat dit niet zo'n goede winter zou gaan worden. Hey, au, au. Ja, heel goed. Stil jij. Inventory is... Ja hoor. Oké. Dus er is in ieder geval wat firewood. Dus dat is goed. Ja, we hebben een student. Oh, oké, op die manier. Ja. Dus je wordt kind, dan word je student en dan word je adult. Maar als je geen school hebt, dan heb je dus geen student. Dus dan word je van kind meteen adult. Oké. Klinkt logisch. Ja hoor, kan er ook nog wel bij. Kind dat dood is. Jongens, het gaat niet goed. Late winter, dat scheelt. Soort van. we hebben te veel banen voor te weinig mensen. Dat is een beetje waar we op zitten nu. Heb ik het gevoel. We hebben 4 bouwers nodig. Die we niet hebben. Vendor, jij weg. Jij moet fisherman worden. Farmer. Ja, ik ben echt benieuwd waarom staat dit eten er nog? Ik snap er niks van. Ah, we komen er wel achter. Op een dag. Laten we het hopen. 3 zuurvels logs is low. Oké. Dat is prima. Laten we nog eens even kijken. Wat hebben we verder nog qua voedsel? Koeienboerderij. Pasture. Provides an area for livestock to graze. Oké. Fishing dock. Oak Ridge, fruit trees, ook leuk. Hunting cabin, ook fijn. Oké. Dus dat is allemaal niet permanent natuurlijk. Een pasture, dat is iets wat misschien wel werkt. Hebben we geen mensen voor? Wacht, is er dan nog iemand dood? Nee joh, wat ga je menen? Oké. Wat we eerst even moeten doen, laten we jou ook even pauze zetten. Zo, en dan gaan we iedereen. Dat is de verkeerde, deze hier zo. Vendor. We gaan iedereen fisherman maken. Niet de farmer. Al wel. Ja, je zou zeggen dat het hier staat dan om te. Om te rijpen of zo, maar. Denk ik ook niet echt. Waarom is hier niemand? Ik vind dit vaag. Is playing. Ja, jij bent een kind, dat mag jij. Is idling. Educated. Vendor.
Vender, eentje minder. Jij gaat ook maar vissen. Ja, heel goed. Je bent aan het vissen. Mocht het wel eens tijd worden. En jij bent ook aan het vissen. Eén student en die heeft honger. Oh, jezus. We hebben geen hout meer, hè? Of wel? Nee, niet echt. En wat ben jij? Jij bent een fisherman. Waarom? Ik vat dit echt niet. Waarom gaan ze allemaal elkaars banen doen? Ha. Ik snap het. Ik vind het echt vaag. Ik vind het echt vaag. Misschien toch maar de tutorial spelen. Maar goed. In ieder geval. Ik ben bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En ja. Als je tips of je hebt. Laat het me dan achter. En dan zien we het de volgende keer wel weer. Hopelijk. In ieder geval. Ah, nog een dooie. Nee. Later. Help.